Agilore. Toivonen, Mertens. Aardige combinatie, maar Tas heeft de bal onder controle en scoort meteen. Tim Matas. Al na 3 minuten leidt PSV. In januari maakte Matas zijn laatste doelpunt. Daarna 13 wedstrijden gespeeld voor club en land. Waarin hij maar niet tot scoren wist te komen. Dus eindelijk weer eens raak voor de spits. Die natuurlijk veel ter discussie heeft gestaan dit seizoen. Maar dan tegen zijn oude club al vroeg zorgt voor de 1-0. Zeefuik. Terug op Magnasco. Slechte aanname. Dus is daar de overname al van Mertens. Met 3 man ook nog eens voor het doel van PSV. En strafschop. Dat gaat wel heel hard hier. 5 minuten bezig. PSV staat al op 1-0 en moet nu op 2-0 komen. Magnasco in de fout. Mertens er langs. Die lijkt dan te veel tijd te nemen. Dat neemt hij eigenlijk ook. Het is op zijn zachtst gezegd niet bij zijn sterk verdedigd. Mertens voor zijn 15e van het seizoen. En om in zijn eentje clubtopscorer te worden. En dat is hij. Bizot wijst nog die hoek. Ja, daar gaat Bizot wel naartoe, maar de bal niet. Hij kijkt. En uiteindelijk dus geen kans voor de keeper van Groningen. Mertens. Prachtig. Door de benen van Letcher. Het is ook geen buitenspel. Lens is daar de derde al. Ja! En dan mag hij Mertens bedanken natuurlijk. Voor een prachtige assist. Binnen het kwartier al 3-0 voor PSV. En zo heeft dus de gehele voorhoede van PSV ook al gescoord. Lens. Matas kan er net niet bij. Ja, Matas zijn voetje nog net Mertens. Hier is Lens. Die heeft Letschert en Kwakman bij zich. En wil het heel mooi doen. De redding van Bizot. Mertens. Zoekt Toivonen. Het wordt Kwakman. Kieftenbelt. Heeft gewoon te veel tijd nodig. En dus is daar Van Bommel. Al de gele wedstrijd toegezongen door de PSV-supporters. En ook hij heeft zijn doelpunt al te pakken. Toivonen kan daar nooit bij. En dan lijkt Kieftenbelt hier toch gewoon te veel tijd te nemen. Is dit dan een overtreding van Matas? Nee, zegt Bossen. En dan mag Van Bommel uithalen en scoren. En hij geeft inderdaad aan. Is toch een overtreding op Kieftenbelt? En nog maar eens reden om Van Bommel uit toe te zingen. Nou, als hij twijfelt aan het feit of hij wel gewenst is, dan is die vraag in ieder geval beantwoord. Mertens kan naar Lens. Oef. Nou, die kaart zat al een tijdje aan te komen voor Agilore. Die heeft een paar overtreddingen gemaakt. Waarbij deze toch ook zonder enige twijfel rijp is voor geel. Mertens en de redding van Bizot. Alsnog in de rebound. Is het buitenspel? Nee, 5-0. De vrije trap van Dries Mertens. Nou, dan is daar Lens die het meest attent reageert. En weer Mertens, hè. 2 assists, een doelpunt en bij de andere 2 doelpunten indirect betrokken. Maaskant was op plan om gewoon te gaan zitten, maar krijgt nu dus even te horen van de official Manschot dat dat niet de bedoeling is. Wie zegt dat? Ja, moet ik nou weg of niet? Enorme persoonlijke uitdaging. Was het maar in de kleedkamer komt, heb je dat niet gewoon even slecht. Maaskant moet zich volgens mij binnenkort nog een keer melden in Zeist. Voor de dag dat hij even met de scheidsrechters gaat praten. Volgens mij moet die middag dat hij is ook uitgenodigd door de KVB nog plaatsvinden. Dan zal dit ongetwijfeld worden meegenomen. Oeh, De Leeuw profiteert van een fout van Marcelo. En dan kan De Leeuw de bal breed leggen op Kierm. En die wil het heel, heel mooi doen. Waar dit toch echt de wedstrijd niet voor is bij Groningen. Zeefuik kan hem klaarleggen. Kwakman. Kierm. Over Waterman heen en daar is de 5-1. En het is De Leeuw die scoort. Nou, sinds bekend is dat Maaskant weggaat bij Groningen gaat het een stuk beter. Sinds Maaskant op de tribune zit vandaag gaat het met Groningen opeens ook een stuk beter. Ik weet niet wat het is.
goede paas dit. Volgende kans voor Groningen met Burnett. Dan moet het wel met rechts. En dat kan bijna. Het is dat Waterman dat voorkomt. En dat hoor je niet vaak. Een klein fluitconcert voor de ploeg die met 5-1 voor staat. Zeefuik. Kier. Heeft Zeefuik en De Leeuw voor het doel. En daar is de 5-2 van De Leeuw. Nog steeds gaat PSV deze wedstrijd winnen. Maar het fluitconcert zegt alles. Want waar is PSV in de tweede helft mee bezig? Het zegt genoeg dat een ploeg, zelfs bij een 5-0 voorsprong, zoveel kansen weggeeft en zo onthutsend zwak staat te verdedigen. Zelden vertoont toch dit. Zo lang, met zoveel passie. Zelfs de reservespelers door mij. Het Eindhovense publiek heeft eens te meer de liefde verklaard aan haar aanvoer.